En leuk dat je kijkt naar een nieuwe Curaçao vlog. Het is onze derde dag op Curaçao. En ik heb het echt mega erg naar mijn zin. En ik ga vandaag voor jullie weer alles filmen. Dus als je daar zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneer op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Nou, het is de eerste nacht dat ik goed heb geslapen. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Want meestal word je heel vroeg wakker. En ik heb nu gewoon lekker tot 8 uur denk ik wel geslapen. Dus dat is heel erg fijn. En we gaan vandaag naar een strand waar schildpadden zijn. Dus ik heb mijn onderwaterhoesje mee. En we gaan nog naar een ander strand, dacht ik. Playa Grande, daar zijn de schildpadden. Ja. En bij Grote Knip gaan we daarna liggen. Want volgens mij zijn er bij Playa Grande geen bedjes. Of? Nee, volgens mij ook niet. Oké, nou, dus daar gaan we naartoe. En wat ik aan heb is dit jurkje van de Zara. En daaronder heb ik gewoon mijn slippers. Gewoon een simpele outfit met een roze bikini van Shein. Dus dat is heel leuk. En we gaan nu even ontbijten. Dus daar heb ik ook zin in, want ik heb echt trek. En vergeet zeker niet om de vlog van gisteren te kijken. Of van gisteren, van de vorige Curaçao vlog. Oké, we gaan lekker ontbijten bij Ginger. Kijk bij dit leuke blauwe huisje. Oh, hier ligt een zwerfhondje. Oh, geen zwerfhondje. Leuk. Instructies staat... Leuk. Bon appétit. De rest komt nog. Eet smakelijk. Oeh, die cinnamon roll ziet er heel lekker uit. Oké, wij zitten in de auto. We gaan nu dus naar Playa Grande. Naar de schildpadden. Alleen, ik heb dus mijn waterdichte hoesje mee. Alleen, ik zag dus net dat hij kapot was. Dus ik moet even kijken of ik daar een hoesje kan kopen. Want anders kan ik het helaas niet filmen. Dus dat is een beetje jammer. Maar ja, het is niet anders. Mooi, hè? In ieder geval, we gaan er gewoon lekker naartoe. Mijn telefoon is wel waterdicht. Dus misschien doe ik hem er wel gewoon in. En dan kijk ik. Ja. Maar wij rijden nu op de hele hoge brug. Juliana-brug. Juliana-brug. We zijn bij het strand. Kijk, hier is een lege wagen. Heet dat zo? Ja. En onze auto. Van stage deal Curaçao. Auto deal Curaçao. Ja, heel mooi. En we gaan dus nu naar het strandje met de schildpadden. Kijk, ik ben heel benieuwd. Het ziet er wel heel rustgevend uit. Oké, we liggen op het strand, maar we gaan zo. Oh, kijk hoe leuk deze handdoek. We gaan zo dus het water in om te kijken naar schildpadden. Maar we blijven hier niet heel lang, dus we hebben gewoon even liggen gewoon even op het zand. Zand kopen, maar zonder. Echt. 100 uur. Kijk, we liggen nu op dit strandje en daar kan je dus allemaal schildpadden zien die we net hebben gezien. Was echt super mooi. Ik ben even hier omhoog geklommen. Wij liggen daar zo op de handdoek. Het water is zo mooi blauw. Misschien is het nu omdat het een heel klein beetje bewolkt is dat je het niet goed ziet. Maar het is echt prachtig. Oké, nou, we waren dus net op, nu weet ik weer niet hoe het strand heet, waar de schildpadden waren. En we zijn nu bij Grote Knip. Je hebt grote, oh ja, Playa Grande. En je hebt grote en kleine knip. En het is heel mooi, blijkt. Dus we zijn heel benieuwd. En de kleine knip is kleiner en de grote knip is groter. Nou, tip van mij. Maar het ziet er in ieder geval heel mooi uit. Het is echt heel blauw water. Zo jammer dat het op de camera heel anders overkomt. Zoals altijd. Het water is zo helder hier. Echt prachtig. Heel mooi. Nou, wij liggen alweer heel wat uurtjes bij de grote knip. En we hebben een, nu weet ik de naam weer niet. Batido. Batido. Dat is een soort smoothie met aardbeien en mango. Heel erg lekker. Dus we gaan nog heel eventjes hier zitten en ik moet straks... Wacht, ik kan mezelf filmen. We moeten zo dus een test doen. Omdat je op de derde dag op het eiland dus een test moet doen. Dus dat gaan we zo doen. Heel lekker dit.
Oké, okay. Ik hoop dat het licht een beetje goed is. Maar we hebben dus vandaag de hele dag op het strand gelegen. Het was echt super lekker. En we zijn nu net terug. We hebben even ons papier opgehaald en mijn paspoort. Ja, die heb ik. Want we moeten nu een test doen. De derde dag moet je een antigeentest doen op het eiland. Anders moet je quarantaine. Maar ik heb nergens last van, dus dat komt helemaal goed. Dus we gaan nu even weer met de auto. Gaan we richting de test. En dan gaan we lekker vanavond uit eten. Heel veel zin. Oké, het is inmiddels avond. Het is 7 uur. We hebben ons net helemaal klaargemaakt. Mijn haar is nog een beetje nat, maar ik heb deze jurk aan van Zara. Heel leuk, lange jurk is het. En we gaan nu uit eten bij... Groosendaals. En dat is nog voor Foster verjaardag. Heel leuk. Dus Vos is helemaal fleeky in een leuk jurkje van Goods & Gusto. Heel leuk. Ik zag alleen de achterkant. Hallo. Hallo. Want Vos was 21. Ja. En we gingen nog even uit eten voor haar verjaardag, want toen was ik er nog niet. En daaronder heb ik gewoon mijn slippertjes. En daarna gaan we waarschijnlijk naar Jan Tiel. Want als het goed is, kan je daar nog iets van een feestje. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar we gaan nu in ieder geval zitten. Ik moet heel even wachten. Oké, we zijn aangekomen. En kijk hoe leuk het eruit ziet. Zo leuk. Heel mooi. Love it. Kom ik met mijn slippers. Kijk, we hebben een hele leuke ronde tafel. Ja. Heel mooi. Echt heel leuk. Echt een leuk plekje. En heel veel keuze. Dus... Oh, schat, lekker tagia. Nee, wij hebben wel. Lekkie. De lege fles. 100 flessen. Leuk, gezellig. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. In de gloria. In de gloria. In de gloria. Gefeliciteerd. Ja. Ik ben niet veel te lief. Dat jullie helemaal niet moeten doen. Niet uilen. Ik denk dat het ijs is, maar het is maar een gokje. Oké, de eerste hap, hoe is het? 10 out of 10. Oké, Vos heeft net verteld dat de wc heel mooi is. En we hadden het erover hoe blij je kan worden van sommige dingen. Nou, dus ik ga nu naar de wc en dan ga ik eventjes kijken. Misschien moet je het filmen. Ja, dat ga ik doen. Ja. Dan moet je jouw reactie filmen. Oké. Maar ik ben niet heel snel... Heel snel? Onder de indruk. Nee, maar Fleur wel. Oké, nou dan filmen we onze reactie. Nee, ik film gewoon Janette de reactie. Maar dan gaan we met een camera. Hier, dit is de microfoon. Tot zo. Kom maar mee. Ja, net ziet er helemaal flippie uit. Hier? Restrooms. Oh ja, hier zo denk ik. Ja. Toch? Ja, ga maar. Is het... Oh, oké. Okay. Leuk. Ja, heel mooi. Net Foster kamer. Het is een soort celebrity light. Mooi, hè? Zullen we hier even een fotootje zo in maken? Ja, moet ik. Oké, nou, we hebben echt super lekker gegeten. Het is echt een aanrader, super gezellig. Bij Roosendaal. Dat. En we zitten nu bij... Kana. Kana. Bana. Nee. Kana Bar Kitchen. Heel leuk. We gaan een cocktail bestellen, dus ik ben heel benieuwd. Dus dat. Op het goede leven. Op Curadijs. Op Curadijs. Op Curadijs. Ik heb zelfs niks op. Wat? Nee. Nou, dat is wel heel cool nu. Ja, maar jij moet je meenemen. Nou ja. Hoe heet het? Ik doe als ik terug ben. Zo. Ik heb gisteren de vlog helemaal niet afgesloten. We waren ook nog even naar de white party. We hebben een cocktail gedronken. En ik hoop dat de vlog een beetje leuk is geworden, als het een hele vlog was in ieder geval. Als dat zo was, wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video.